Wij zijn Simon en Natasja en dit wordt onze eerste vlog. Dus hoi. Natasja, Moosje hebben we ook nog bij ons. Nou, het wordt misschien allemaal een zootje zo, maar we moeten toch ook wat proberen. We gaan jullie proberen op de hoogte te houden van ons camperleven. Tot zo, doei! Zoals ik al zei, wij staan dus op landgoed Kwanenoord. Daar in de verte, ik zou iets inzoomen, achter die auto's zie je het sanitair gebouwtje. Waar je schoon water in kan nemen, chemisch toilet kan reinigen en kunt douchen. Nu draai ik langzaam deze kant op. Dan zie je eigenlijk de ingang van de... van het terrein. Er zijn meerdere plaatsen. Dus eventjes holletje op, zo Rotterdams gezegd. Zo, we zijn de berg opgeklommen. We lopen nu richting de camper. Er staat een en ander, staat daar een tent, een tipi tent. Er zaten vanmorgen nog mensen in. Daar nog iemand met zijn tent. Zeiltje eroverheen. Het is echt natuurcamping. Kruip door, sluip door. Maar goed. Gaat op zich goed. Dan lopen we even richting de camping. Maar even een beetje opletten, want allemaal stronken hier. Hier nog allemaal plekjes, tenten, caravans, campers. Wij hebben hem daar neergezet, aan de rand, uitkijkend over een veld. Goed, dit is ons plekje dus voor dit weekend in Renkum. Dit is het uitzicht vanuit de camper. Het zonnetje is lekker weer gaan schijnen. Twee kleine buitjes onderweg gehad. Dus dat is echt relaxen hier ook. Dit is dus onze mozedoos. Onze Moosje die gaat altijd mee met camperen. Op dit moment zitten we in Renkum. We zijn lekker eventjes gaan zitten. Wat gaan eten. En we gaan zo weer verder. Zo, het is ondertussen gaan regenen. We hebben zoiets van, nou, we gaan maar onder het parapluutje zitten. Dus goed is, zit Moosje hier ergens tussenin. Daar, Moosje. Moosje. Ook onder het parapluutje. Ja, Moosje van Eken al aan regen. Net als papa en mama. Oké, wordt vervolgd. Ja, ben. We blijven gewoon lachen, hè?
We gaan nu een klein beetje de rust opzoeken. Het klompenpad loopt over een kerkhof heen. Een begraafplaats, inderdaad. Goed. Een beetje een overzicht geven. Klein begraafplaatsje. We volgen dus een klompenpad. En we worden hier nu overheen geleid. Nou ja, goed. Moet kunnen toch? Ja, goed, we gaan er weer uit.